je kijkt naar deze nieuwe weekvlog. Het is vandaag maandag. En ik ga zo meteen naar mijn moeder toe. Want Keir komt strakjes om haar nagels te doen. En ik ga als het goed is ook met mijn moeder een nieuwe telefoon bestellen. Dus daar heb ik echt super veel zin in. Als het goed is wordt het de iPhone 12 Pro Max. En dan de zwarte. Ik was gisteren met Miel in de stad. En daar waren we eventjes kijken naar de kleuren. En ik denk dat ik de zwarte wel gewoon het mooist vind. En ik ga vanmiddag bij mijn vader een Shein shoplog opnemen. Want er waren daar twee dozen bezorgd van Shein. Maar echt veel te groot om hier naartoe mee te nemen op de scooter. Dus ik dacht, weet je, ik film het gewoon lekker bij mijn vader. Dan kan ik die kleding ook gewoon lekker daar laten liggen. Dus vandaag best wel een drukke dag, maar wel heel erg leuk. Dus ik ga je meenemen. Heb je daar heel veel zin in deze week vlog? Doe een offertje duimpje omhoog en dan gaan we beginnen. Wat ik vandaag aan heb is niet heel bijzonder. Ik heb gewoon deze trui aan van Ralph Studios met deze zwarte broek van de Pieces. En ik denk dat ik gewoon lekker mijn Yeezys erbij aantrek. Ik wilde eerst echt zo'n lekkere joggingsbroek aantrekken, maar ik dacht, altijd als Keir komt heb ik een joggingsbroek aan. Laat ik een keertje normale kleding aandoen. En ik wilde jullie nog eventjes wat vertellen. Jullie weten waarschijnlijk wel allemaal dat ik echt ontzettend fan ben was van United Wardrobe. Ik vond het gewoon super chill om mijn kleding daarop te verkopen. Maar zoals jullie waarschijnlijk ook wel de afgelopen week, anderhalve week hebben gehoord, gaat United Wardrobe zich samenvoegen met Vinted. Dus het wordt nu één platform en dat wordt dus Vinted. United Wardrobe komt dus te vervallen of ja, sluit zich aan bij Vinted. Dus het wordt gewoon één groot platform wereldwijd. En wat dus best wel chill is aan Vinted is dat je geen 10% afstaat wanneer je iets verkoopt. Bij United Wardrobe was het altijd, stel je verkocht een shirtje aan iemand voor 10 euro, dan ging er 10% van die 10 euro naar United Wardrobe. Dus ontving jij daar 9 euro voor. Bij Vinted is het, verkoop je iets voor 10 euro, is die 10 euro gewoon helemaal voor jezelf. En nee, je hoeft niet helemaal opnieuw een account te maken en al je volgers sparen. Je kan dus je United Wardrobe account overzetten naar een Vinted account. Heb ik ook gedaan. Ze nemen je volgers mee, je reviews mee, je producten mee. Dus dat is echt super chill. Ik had namelijk heel toevallig 3 weken geleden of zo heel mijn United Wardrobe volgooid met nieuwe items. Er waren echt 70 stuks of zo. En ik dacht, oh my god, nee, dan moet ik dat allemaal opnieuw erop gaan zetten. Ik had ook die foto's allemaal al verwijderd natuurlijk. Maar je kon gewoon je account overzetten. Dus al die items staan nu ook op mijn Vinted. Dus ben je nou benieuwd welke items er nog te krijgen zijn en welke ik nog over heb, moet je eventjes mijn Vinted account checken. Linkje daarvan zal in de beschrijving altijd staan. Mijn naam op Vinted is gewoon Fleur Nijbakker. En mijn United Wardrobe account kun je dus niks meer opkopen. Het wordt dus Vinted. En ik moet heel eerlijk zeggen dat ik wel al een Vinted account had. En 1 keer iets op Vinted heb gekocht van iemand anders. Maar ik heb er dus nog zelf nooit iets op verkocht. Ik hoorde wel echt hele goede verhalen over Esmee Gil. Die is er altijd heel erg over te spreken. En 2 vriendinnetjes van mij die zijn er heel erg over te spreken. Dus ik ben zelf ook heel erg benieuwd hoe het mij gaat bevallen. Dus dat wilde ik eventjes gezegd hebben. Omdat ik natuurlijk altijd best wel veel deel over United Wardrobe. Dacht ik, dit is ook wel iets belangrijks om te vermelden. Dat er straks gewoon niet meer is. Volgens mij kan je nu ook niks meer kopen op United Wardrobe. Want als ik bijvoorbeeld naar het account ga, hier een trui van iemand of zo, dan staat eronder ook kopen is niet meer mogelijk. Dus dan kan je wel naar diegene zijn account op Vinted, kan je het via Vinted kopen. Ik zal even mijn Vinted account laten zien. En dit is nu dus mijn account. En alle items die dus eerst op United Wardrobe stonden, hebben ze gewoon automatisch overgezet naar Vinted. Dus dat is super fijn. Ook met de prijs en alles erbij. Dat ik dat niet zelf allemaal nog had hoeven uitzoeken. Aangezien ik de foto's ook al had verwijderd. Dus dat wil ik even gezegd hebben. Ik ben weer bij mijn vader en ik heb dus net mijn nieuwe telefoon besteld. Het is de iPhone 12 Pro Max, dus de grote, in het zwart. En als het goed is, komt die volgende week dinsdag. Dus ik heb er echt, oh, ik kan echt niet wachten. Ik heb nu nog de iPhone 8 Plus namelijk. Dit is die ik nu nog heb. Gewoon nog steeds met dat knopje zelfs. En de achterkant is ook helemaal gebarst. Ik weet niet of je dat kunt zien op camera. Waarschijnlijk niet, maar de achterkant is ook helemaal gebarst, hè? Maar ik heb dus nu een zwarte. Ik heb dus nog nooit een zwarte telefoon gehad. Altijd met een witte voorkant. Sorry, het is echt een beetje overbelicht. Maar als ik mijn camera lager doe, dan wordt het weer veel donker. Maar ik heb dus nog nooit een zwarte telefoon gehad. Altijd met een witte voorkant. Dus ik ben echt heel benieuwd. En de voorkant is nu natuurlijk ook helemaal van scherm. Maar goed, er was een pakketje bezorgd. Dus ik dacht, die laat ik echt eens zien. In mijn vorige weekvlog had ik verteld dat ik een nieuw make-up tasje had besteld. En die is nu al binnen. Echt heel snel. Ik had gewoon eventjes zin om al mijn make-up weer gewoon eventjes lekker opnieuw te doen. Ja, gewoon even een nieuw mascara, nieuw concealer, nieuw make-up tasje. Want dat was echt heel erg vies. Dus ik had van de week al een nieuw kwastje bij de Kiko gekocht. En dit is ook een nieuw make-up tasje. Hij is wel een beetje lelijk. Hij was ook in de sale.
Maar dus deze van de H&M. Hij was nu dus maar 15 euro. Normaal was hij volgens mij 25 of zo. En ik had ook nog zo'n persoonlijke voucher. Dus hij was nog maar 10 euro. En daar past volgens mij echt heel veel in. Ja, hij is echt best wel groot. En ik vond hem wel schattig. Dus dat is deze. Hij is hier wel een beetje lelijk. Maar ja. Hè? Ach. Ik ga nu eventjes een video opnemen. Shein-shop blog. Die komt voor jullie aanstaande vrijdag online. Dan daarna ga ik twee pakketjes op de post doen. Want ik heb een Alex Label trui verkocht. En een pakketje voor Miel moet ik eventjes op de post doen. En dan ga ik of hier mijn video bewerken. Of ik rijd lekker naar huis toe. En ga daar mijn video bewerken. Maar nog eventjes kijken. Ik ben dus net gevallen met scooter. Mijn vader heeft beneden werkoverleg. Dus ik kan niet hard praten. Oh, er zit zoveel pijn. Of nou, ik viel. Ik wilde remmen. Maar omdat het buiten gewoon zo glad is, gleed ik dus uit. En viel ik. Nu heb ik dus een wondje op mijn knie. Maar het is best wel diep. Dus ik moet even mijn vader schoonmaken met jodium. Maar daar kijk ik echt een beetje tegenop. Want dat doet heel erg veel pijn. Heel erg diep. Hij is gewoon best wel diep. Mijn vader zei misschien moet gehecht worden. Maar dat wil ik echt niet. Dat ga ik echt niet doen. Oh, dat doet zoveel pijn. En ik wil het niet schoonmaken met jodium. Want dat doet nog meer pijn. Maar het moet eigenlijk wel. Dat is echt super lief. Ik was gevallen, want ik remde voor een oude man die opeens overstak. Zeg maar, ik wilde de hoek om en er stak opeens een oude man over. Maar hij had mij niet gezien en ik zag hem niet. Dus ik remde heel hard, zodat ik niet tegen hem aan zou rijden. En toen gleed mijn voorband of zo. Er gebeurde iets met mijn voorband, want ik gleed echt over mijn scooter heen. En mijn spiegel van mijn scooter is ook kapot. En er zitten nog meer krassen op mijn scooter dan er al zaten. Maar op zich maakt dat niet heel veel uit. En er kwamen allemaal mensen naar me toe. En een vrouw, die ging echt een beetje als een klein kind tegen me praten. Waarschijnlijk dacht ze echt dat ik pas net 16 was of zo. Ik ben bijna 21, maar oké. Ik ga mijn camera uitzetten. Ik viel net ook, nou niet bijna flauw, maar mijn vader ging even aan die bron zitten. En ik werd helemaal licht in mijn hoofd ook. Ugh. Het is vandaag dinsdag en wij zitten in de auto naar de fabrikanten, denk ik. We gaan de hoodies in ieder geval ophalen en de sweaters, de samples daarvan. Die konden vandaag opgehaald worden, dus Miri gaat met me mee zitten nu. We zijn erbij, we zijn er over een kwartiertje ongeveer. Ik weet nog niet of ik ze al ga laten zien, misschien een klein beetje. Maar ik ben heel benieuwd. Camera's aan het knippen, dus hij is bijna leeg. Maar ik heb roder nagel eventjes gefixt, want hij was afgebroken. Dus ze heeft nu allemaal nagels. Zo. Dus ze heeft nu een paar nagels met uitgroei en eentje die is weer opnieuw. Echt leuk kleurtje. Ja. Het is vandaag donderdag en ik zit hier echt tussen de grote pakketten. Ik heb echt mega veel Perlioting pakketten. Die ga ik unboxen in een video. Die video komt voor mij morgen online. Dus staat voor jullie al online. Zo goed verhaal. Het is echt nog best wel vroeg. Het is 8:30. Maar ik ga straks mijn haar verven. En zij komt om 11:00. Het is een vriendinnetje van Dagmar. Sanne gaat het doen. Dagmar die komt zelf ook. Dus dat is ook heel gezellig.
Maar die komt om 11 uur bij mijn moeder. Want hier voor de deur kan je maar 2 uur parkeren. En dat is gewoon niet handig. Moet je ook weer betalen. En bij mijn moeder kan je gewoon gratis parkeren, gratis staan. En mijn moeder is toch niet thuis. Dus ga het lekker daar doen. Maar daar moet ik dus zo meteen wel naartoe. En ik wil er wel gewoon op tijd zijn natuurlijk. Dus ik dacht, ik ga lekker vroeg de video filmen. Vandaar dat het 8:30 is. Maar ik ben zo blij dat mijn haar eindelijk geverfd gaat worden. Het gaat ook een beetje geknipt worden. Want ja, het was wel een beetje dood. Maar ik wil het dus ook heel graag laten groeien. Maar goed, ik ga even deze shoplog opnemen en dan zien jullie mij zo. Ik heb me even een beetje omgekleed. Ik heb deze nieuwe jas aan voor Pretty Little Thing. Ik vind hem echt heel erg leuk. Lekker zo'n puffer jacket. Dan daaronder heb ik deze trui van Lovies. En gewoon lekker een joggingsbroek, want ik ga natuurlijk best wel lang zitten voor mijn haar. En dan lekker mijn Sandro schoenen. Dus ik ga nu richting mijn moeder. Dan komen Dagmar en Sanne daarheen. We hebben ook lekker dingen gehaald om couscous te maken. Dus daar heb ik ook lekker zin in. En vanavond ga ik trouwens met Lille deze Stella Marina afhalen en hier eten. Dus daar heb ik ook heel erg veel zin in. Maar eerst lekker mijn haar verven. Het begint opeens zo hard te regenen buiten. Ik lijk ook echt wel een zwerver. Ik ben bij mijn moeder thuis aangekomen. En ik ben echt helemaal zijkens nat geregen. Mijn broek is helemaal nat. Mijn jas is helemaal nat. Die hangt nu eventjes in de badkamer. Het is nu 11:15 en rond 11 uur komen ze. Dus ik heb er echt heel erg veel zin in. En ik wil trouwens even iets aan jullie laten weten. Want zoals jullie weten heb ik natuurlijk een nagelcursus gevolgd. Heb ik hier bij mijn moeder een nagelkamer. Daar zit ik nu ook in. Maar doe ik nog niet echt op echte klanten. Ik oefen nu vooral alleen op vriendinnen eigenlijk. Omdat ik het eerst gewoon perfect wil kunnen voordat ik het op klanten ga doen. Maar vanaf 1 december wil ik dus ook klanten gaan helpen. Gewoon onbekenden helpen, zeg maar. Dus lijkt het je nou leuk om je nagels bij mij te laten doen? Ik doe gel polish. Dus zeg maar alleen een gel lakje erop. Ik doe met verlenging, met power gel. Maar ik kan bijvoorbeeld ook, als je wel de sterkte van power gel, maar geen verlenging, kan dat natuurlijk ook. De komende tijd ga ik lekker veel oefenen op vriendinnetjes. Zodat ik ook lekker veel foto's ervan kan maken en op Instagram kan zetten. Dat jullie ook een beetje kunnen kijken natuurlijk hoe het eruit komt te zien en alles. De prijzen heb ik helaas nog niet. Dan moet ik nog eventjes gaan berekenen qua producten en qua tijd. Ik wil wel zeggen, in het begin ben ik misschien nog wel wat langer bezig. Omdat ik natuurlijk net pas ben begonnen. Ik doe nu ongeveer over een nieuwe set 2,5 uur. Is op zich wel een gemiddelde tijd. Sommige mensen doen het in 2 uur, soms in 1,5. Maar ja, het is op zich wel oké. 2,5 uur dus. En opvullen ongeveer 1,5 uur. Dus dan weet je dat een beetje. Misschien dat het nog sneller gaat worden. Ik hoop het wel, maar dat is natuurlijk gewoon heel veel oefenen. Dus heel veel zin in. Ik had spulletjes meegenomen voor couscous te maken. Dus ik ga het even in de koelkast zetten. En dan zijn die meiden hier zometeen als het goed is. En dan gaan we lekker beginnen. En ik dacht, misschien is het toch nog wel eventjes leuk om een kleine sneak peek te geven van de eerste collectie van Fiore. Zoals je ziet staat hier het logootje ook in. Vind ik echt heel erg leuk. Dit is een maatje S. En dit is dus een van de ontwerpen. Dat het er dus geborduurd op zit in dezelfde kleur als de sweater. Dit is een beetje een paars kleurtje. Ik vind het echt een hele mooie kleur. Ik heb hier ook gisteren een foto van op mijn Instagram geplaatst op Fiore. Dus volg je dat nog niet, lijkt me het heel erg leuk als je dit zou volgen. Ik hoop dat het over 1 tot 2 weken live kan op de website. En dat jullie dit allemaal kunnen kopen. Ik zal even de helderheid een beetje aanpassen. Ja, zo zie je het beter. Dit is echt de kleur. Het is echt een super mooie kleur. Ik ben hier echt heel erg blij mee. En daar liggen nog meer ontwerpen en kleuren. Maar die ga ik nog niet laten zien. Want ik moet nog wel een beetje een verrassing blijven. Maar ik ben hier echt zo blij mee. Oh, ik ben zo blij met mijn haar. Het is weer gewoon even lekker blond. Ik moet wel even naar de zonnebank. Maar ik vind echt dat het heel mooi gedaan heeft. Ze heeft weer even gewoon lekker highlights erin gezet. Het is gewoon weer even lekker blond. Ik wil het nooit grijs hebben ofzo. Dus ik vind dit echt perfect dat het gewoon blond is. Maar niet oranje. Gewoon echt heel blij mee. Ze heeft ook weer even een klein stukje geknipt. Niet te veel. Want ik wil heel graag mijn haar laten groeien. Dus ze heeft gewoon even een klein beetje de puntjes eraf gehaald. Dat het weer even niet zo slierterig is. Maar dat het wel weer kan aangroeien. Ik ben er echt zo blij mee. Die uitgroei is ook heel mooi gedaan. Ja. I really, really like it. Kijk nou. Oh, je ziet er nu echt geen donder van. Ja, echt heel, 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 heel blij mee. En ik moet nu eventjes wachten op Keer. Want Keer had van de week ernaast bij mij gedaan. Vrijdag. Nee, maandag. Maar is er eentje afgebroken gisteren. Dus ik dacht, dan kan ik die misschien gelijk vandaag maken. Anders loopt ze weer met zo'n halve nagel natuurlijk.
Dus die komt, is hier rond 4 uur ongeveer. Want die heeft nu volgens mij een gesprek voor de stageplek voor komend jaar. Dus daar ga ik eventjes op wachten. Dus echt 10 minuten werk om die nagel te maken. En dan rijd ik naar huis. Dan komen Lynn en Stace. Gaan we lekker Italiaans afhalen. Echt zoveel zin in. En dan daarna rijd ik weer terug naar mijn vader. Want dan gaan we daar slapen. Want ik moet morgen hier in de buurt zijn heel vroeg. En Milan moet hier morgen ook in de buurt zijn voor zijn werk. En anders moeten we echt heel vroeg op vanuit ons eigen huis. Dus daarom, dat is een beetje makkelijker. Dus vandaar. Oh, het is natuurlijk het laatste. Oh, ik ben aan het filmen. Druk ik gewoon hier. Waarom doet het niet? We hebben lekker eten gehaald. We hebben focaccia. Ik kan nog naar huis kijken. Pizza, carbonara, rijst. Zo lekker. Oh my god. Ik ga eventjes mijn flits aanzetten. Dan kunnen ze het beter zien. Maar die lava cake, jongens. Zo, het lijkt op beeld echt heel vies bij mij. Oh, echt? Maar deze lijkt lekkerder als die. Oh, die is al uit elkaar, joh. Maar ja, yeah. Zo lekker. Ah! Ik zit bij Jane in de auto. Hallo. Hij is een beetje overlicht. Maar het is vandaag vrijdag en ik ga Jane een beetje helpen met verhuizen. Oh, gaan we vandaag. Nee, ik weet niet dat u ja, Jenny gaat verhuizen natuurlijk, want er zit er een klein gribbeltje. Ja. Eigenlijk is het hele huis al af, moet gewoon alleen de spullen er nog in. Dus dat gaan we vandaag een beetje doen, want Wessel komt vanavond thuis. Dus dan is het volgens de verrassing. Volgens mij is het de eerste keer dat ik in de vlog ben sinds dat ik zwanger ben. Echt? Heb ik vorige keer niet gefilmd? Nee, want vorige keer hebben we zo zitten kletsen en toen gingen we natuurlijk, kon ik bij jou eten. Oh, ik dacht dat ik toen ook had gefilmd. Nou, she's back again. Nee, dus we gaan nu even het bed ophalen. Letterlijk 5 minuten lopen, maar we gaan met de auto. Maar ja. Ja, mijn vader zei dus, als niet alles past, kan je ook één ding gewoon per keer loopt. Het is letterlijk de straat uit. We hebben zo'n hondje, zo'n plank op wielen. Ja, zo noem je dat. En ik kan vandaag mijn nieuwe telefoon ophalen. Ik dacht dat het maandag pas kon. Maar mijn moeder kreeg dus vandaag een mailtje dat hij vandaag komt, dus. Het is 12 Pro Max. We zijn echt heel wat verhuizen verder. Het bed hebben we uit elkaar gehaald bij haar ouders. Want dat bed nam ze zeg maar mee. Die staat nu hier. Die hebben we lopend. Mijn moeder heeft volgens mij een foto gemaakt, want die woont hier om de hoek. Als ik die foto heb, zou ik hem er wel even pakken. We hebben lopend met dat hoofdbord gedaan. Hoe vaak zijn we met de auto heen weer gereden? 2 keer? Ja, en ik dacht vanochtend toen ik al hier heen. Ja, dus Jane had zeg maar al wat meegenomen. Dat hebben we boven gezet. Zijn we nog 2 keer samen heen en weer gereden. Nu gaan we even een tosti eten. Oeh, ik zweet echt. Ik denk dat ik echt ga stinken zometeen. Oh, hij is heel meegaand. Oh. Ik zei, hij is nog 2 uur dan rijdt in Nederland. Ik zei, oké, kom maar gewoon naar mijn ouders. Want dan zullen opa en de rest er ook wel al zijn. En toen zei hij, en nu zegt hij, oké, is goed. Ik zeg, dan gaan we na het eten wel even kijken in het nieuwe huis. Haar vriend weet dus niet, die zit zeg maar nu in het buitenland te werken, dus die komt vandaag weer thuis. Maar die weet dus niet dat Jane en ik hier alles hebben neergezet. Die denkt dat we gewoon aan het schoonmaken zijn. Maar die weet dus niet dat we hier alles hebben neergezet en dat ze hier dus vanavond gaan slapen. Maar we gaan nu eerst even eten en dan gaan we alles in elkaar zetten. Ja. Dan gaan we uit de box beneden gaan we ook nog de bank pakken, want dan kunnen we de bank neerzetten. Die moeten ook in elkaar, maar dat is alleen zeg maar die armleuningen die moeten er aan. Oh, dat lukt wel. Het is wel goed. Okay. Ja, vind ik lekker. Ik word hier goed verzorgd. Klussers moeten ook verzorgd worden. Zoals jullie konden zien, zijn we alweer thuis. Van, ja, alweer. Ik was natuurlijk al om 9:30 vanmorgen bij Jane. Ik was echt rond 6:30 pas weer terug bij mijn vader. We moesten ook nog naar huis rijden. Maar Miel had het goede idee om weer Stella Marina af te halen zoals gisteravond. Alleen toen was hij er natuurlijk niet bij. Dus dat hebben we afgehaald. We hebben lekker gegeten. En mijn nieuwe iPhone is er vandaag al binnengekomen. Dus ik ben nu een reservekopie aan het maken. Ik ga morgen een beter daglicht wel eventjes laten zien. Maar super dom. Ik was dus met Jane ook nog eventjes naar de Action gereden omdat ze nog wat nodig had. Dus ik dacht, ik koop alvast eventjes een protect schermpje voor de iPhone 11 Pro. Want ze hadden daar nog geen iPhone 12 Pro Max. En ik heb de 12 Pro Max. Dus ik dacht, ik koop er eentje voor de 11 Pro Max. Dus dezelfde grootte, dus dat maakt niet echt uit. En ook een telefoonhoesje. Kom ik er net achter dat ik hem voor de Pro heb gekocht. Niet voor de Pro Max, dus het past helemaal niet. Dus ik moet vanavond en morgenochtend echt heel voorzichtig zijn. En dan wil ik eventjes langs de Mediamarkt rijden of een winkel of ergens waar ze dus wel al 12 Pro Max glasplaatjes en hoesjes verkopen. Het is vandaag zaterdag en we hebben lekker
uitgeslapen, een beetje het huis opgeruimd. We moeten zo meteen naar mijn vader toe, omdat Miu's scooter wordt daar opgehaald. Er moet eventjes naar gekeken worden. En die staat bij mijn vader. Dus daar gaan we zo meteen heen. En we gaan eventjes naar de stad, want van de week toen ik gevallen was met de scooter heb ik dus een gat in mijn broek gekregen. En ik heb nu dus gewoon geen strakke broek meer. Alleen maar van die wijde broek. En ik wil gewoon eventjes een strakke broek hebben. En ik ga voor mijn nieuwe telefoon een hoesje kopen en een screen protector. Want ik had die dus gisteren bij de Action gekocht. Dacht ik. Maar het was voor de Pro, niet voor de Pro Max. Maar kijk eventjes hoe beeldig die is. Ik heb dus de zwarte gekozen. En hij is echt heel groot. Ik weet niet. Oh, mijn andere telefoon ligt daar. Maar hij is echt heel groot. Ik ben er echt heel erg blij mee. Hij is wel een soort van bijna leeg. Alleen mijn vader zei vroeger altijd, ik weet niet of dat echt zo is, maar dat je je telefoon voor de eerste keer eventjes helemaal leeg moet laten worden. Of helemaal uit moet laten vallen en dan pas opnieuw opladen of zo. Maar, dus dat ga ik maar doen. Maar ik ben er echt heel blij mee. Kijk, we zeiden net al dat hij in sommige lichten een beetje groen lijkt. Maar ik vind dat juist wel heel erg gaaf. Want bij de iPhone 11 had je als extra kleur groen. Maar bij de iPhone 12 heb je ook als extra kleur blauw. Maar ik vond die groene juist wel heel gaaf. Dus ik vind het op zich wel grappig dat hij soms een beetje groen lijkt. Maar het is dus in principe gewoon de zwarte. Gewoon de Space Gray die volgens mij weer. Met 4 camera's. Het is echt niet normaal hoe scherp die is. Wacht, kijk of jullie dat kunnen zien. Nee, dat kunnen jullie niet echt zien. Wacht, ik ga een foto maken. Ik zal die foto wel nu eventjes in beeld zetten. Dan kan je zien hoe scherp het is. Het is echt niet normaal. En ik ga van de week er foto's maken met Rosa en Zoe. Dus ik kan hem gelijk uitproberen. Maar haar heb ik nog niet gedaan. Want ik ben dus mijn steltang en mijn fun bij mijn vader vergeten. Dus dat ga ik zo meteen daar eventjes doen. Maar ik heb wel deze nieuwe trui aan van Pretty Little Thing. En dus weer die wijde broek. Omdat ik dus geen andere leuke broek heb. Dus die ga ik zo meteen eventjes kopen. Kijk, en dit is dus het verschil tussen de telefoons. Ze zijn in principe gewoon even groot. Of nou ja, niet eens helemaal volgens mij. Want ik probeerde deze in een iPhone 11 Pro Max hoesje te doen. Maar dat paste niet. Maar hij is natuurlijk gewoon veel groter. Omdat hier bij die 8, mijn oude iPhone, dat je gewoon nog die knop zit en zo. Dus dat is wel een beetje wennen. Maar ik vind het wel echt heel erg mooi. Wij zijn terug van de stad. Of nou, ik heb het volgens mij niet eens verteld dat we naar de stad gingen. Of wel, ik weet niet. Maar we waren eventjes langs de stad geweest. Want ik wilde dus een broek hebben. Dus die heb ik gekocht. En we waren echt overal op zoek naar een hoesje voor mijn telefoon. Maar ze hadden nergens nog voor de 12 Pro Max. Dus ik heb nu maar gewoon een doorzichtige. Maar nog geen glasplaatje. Want dat hadden ze dus niet. Dus die moet ik eventjes bestellen. En ik had wel al wat hoesjes op AliExpress besteld. Maar ja, dat duurt natuurlijk eventjes een tijdje voordat het binnenkomt. En ik had ook wat pakketjes binnen. Eentje van ASOS. Of na twee van ASOS. Maar ik had twee verschillende maten besteld. En een pakketje. Dit is volgens mij van Colin Farrell. Ja, daar heb ik een samenwerking mee. Daar ga ik van de week een Instagram TV of Reels of zo mee maken. Maar even de broek laten zien die ik heb gekocht. Ik weet niet of die past, want ik heb hem niet gepast. Daar had ik geen zin in. Maar dat is gewoon deze broek. Een lichtblauwe, maar die wel bekende met die split aan de zijkant. En waarschijnlijk is die te lang, maar toch als ik mijn Dr. Martens eronder doe, dan past die wel. Dus dat is die en die was 30 euro. Dus die heb ik gekocht. En ik zal eventjes dat pakketje van ASOS laten zien. Ik heb er namelijk een jas besteld. Kijk, dit is hem. Het is echt een heel groot oversized jack. Ik denk dat dit de XXS is. Ja, dit is de XXS. Kan je nagaan hoe groot deze al is. En de achterkant is dus een andere kleur. En dat vond ik dus echt heel erg leuk. Zo eventjes een plaatje van die Lissy. Mag ik dat ook eventjes opzoeken? Van die Lissy laten zien waar zij hem aan had. Het stond zo leuk. Ze had hem hier aan. En ik vond hem echt heel erg leuk. Dus ik ben blij dat ik hem nu ook heb. Maar ik moet dus alleen nog even kijken welke maat dan beter zit. En dan zal ik ook even voor een klein beetje snel laten zien wat ik van Colin Farrell heb gekregen. Alleen, ja, dat is meer voor Insta. Dus wil je nou echt de outfitjes ermee zien, moet je die video van de week even in de gaten houden. Ik heb 3 outfitjes gekregen. Als allereerst deze grijze trui. Maar deze heb ik voor dag maar uitgekozen. Of nou, ik had eerst 3 outfitjes doorgestuurd. Maar toen waren er 2 hoodies nu te voorraad. En toen zag ik daarna niet meer echt geen waarvan ik dacht, oh, die wil ik echt zelf hebben. Dus deze wordt uiteindelijk van Dagmar. Maar hier heb ik dus wel een outfitje mee gecombineerd. Dan deze eagle trui. Dan een kort leren broekje. Dan een beetje een, ja, wat is dit voor kleur?
geen idee, een beetje een bruine kleur trui. Dan een leren latex broek. En nog een grijze flare broek. Dus daar heb ik dan allemaal outfitjes mee gemaakt. En daar komt binnenkort zo'n Instagram TV over. Op Instagram. Dus als je echt outfitjes wil zien, moet je die van de week even kijken. Maar ik ga even mijn haar stylen hier. Want ja, dat ligt nog hier. Dus dat ga ik boven even doen. En die jas passen. En dan wachten tot de nieuwste scooter wordt opgehaald. En dan gaan we daarna in één keer rustig naar huis toe.